Ondanks dat mijn metaaldetector een beetje stuk is. Nou mensen, kijk eens, de mooie Pascalieuwe sleutelhanger. Hartstikke mooi, maak de Randy. Ik heb er een mooi zakje van vol, dus ik wil er een aantal weggeven. Sowieso eerst één of twee, dicht aan. Ik plaats hier nu een foto in de video. Ik ben nog niet zo lang bezig. Maar degene wie weet hoeveel muntjes hier op de foto staan, wie er dichtst bij zit, die mag mij dan een DM doen via Instagram of Facebook of ergens via. Je moet wel geabonneerd zijn. Wie het dichtst bij zit, die maakt kans op deze sleutelhanger. Dus, mensen, veel succes. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. We staan nu in de speeltuin weer. En die is daar. Ergens. Hier heeft vroeger, volgens de kaarten en volgens mensen die het over hebben gestoken, een gallig gestaan. Dus we gaan even kijken of we hem vinden. Ik ben hier ook op 20 cent gevonden voor mij. Ik vind die net 5 cent. Blijf nog even kijken, dan heb ik het zo meteen even over een winactie. Tip je, Randy? Dat film? Ja. Nou, hier. Schijnt vroeger een gallig te hebben gestaan. Ik denk dat dit er nog van over is. Spiekertje. Een oude spieker. Maar ja. Zat alles is, dan hebben wij er niks aan. Dus we gaan weer verder. Ja, action. Precies, ja. Secondenlijn, man. Zoekmaatje is kapot. Ja. Ondanks dat mijn metaaldetector een beetje stuk is. Heb ik toch een armbandje hier. En wat is het? Zilver! Wat heb jij dan, jongen? Wat een domme nou. Zilver armband. Het is elke week vis. Godverdomme. Het is net of we dat neer hebben gelegd. Nou, je zult daar denken. Wat dan we elke week nu zilver? Maar deze is wel kapot. Kapot. Nee, maar je kunt er zo wel aan maken, denk ik. Ja. Maar je geeft mooi in de vriendin. 9,25. Dat is ook een mini, hè? Ja, kinder. Nee, maar ze hebben een mini, denk ik. Ja. Nou, dat verklaart ook wel, natuurlijk. Nou ja, awesome. Vet, man. Ja, dat is weer een mooi vondstje. Dan maakt het niet zoveel uit dat die detector nu stuk is. Ik heb wel weer zilver. Waar kwam die op de dan? Ah, raar. Hoog, laag. Ja, wel duidelijk. Nee, ik had hier een mooi signaaltje. We zijn nu in Geenemuiden. Daar is Randy. De fuck heb jij nou weer dan? Ja, ik ben aan het filmen. Jongen. Dat is 20 mm huls of zo. The fuck, dit ding is gewoon nog heel, joh. Hoe dan? Wat? Gewoon de eerste direct, hè? Ik weet echt niet wat het is, maar. Het lijkt op die 20 mm huls van mij. Alleen die rand is veel dieper. Ja, maar is ook nog heel. Stuur even een foto naar Vincent. Oh ja, dat kan ik wel even doen. Hop. Ja, dat. Denk ik wel. Een hoog signaal, ja, ik had hier ook een hoog signaal. Maar dat van mij is weer een stukje troep, zo te zien. Een stukje buis plat gedrukt. Ik had hier weer een mooi signaaltje. We gaan weer even graven.
Is nu steeds stuk. Het is wel heel duidelijk dat het daarin ligt. Kut, nou doe ik hem weer uit. Verkeerde kant op. $0.50. $2.50. Als je nog oudere rijke helden hebt, die zijn nog groter. Zo? Ja, nee, is groter al, denk ik. Niks is groter. Ja, zoiets, ja. Ja. Alle gekheid op een stokkie. Moet ik in mijn pols zinnetje leren, Kurwa. Kijk, mooie 1 gulden, 1980. En Randy had mooie huls. Dus ja, vondsten zijn weer gunstig. Nu. Ik heb het op film, hè? Dat ik net zei van ik wil ooit nog een keer zo'n gedaal hebben. Ja, voor mij kan het halen. Oh, verdomme, Joekel, ja. Zeg nou, hier, 2,50. Godver... Ook uit 1980. Tomme. Mooi man. Mooi. Nou, ons zoekocht die zit er weer in op. Topvondstje van de dag. De zilveren armband. Zilveren armband, jongen. 5 centje, nou, 50 centje, dus die komt er ook weer bij. Dus die moet je er ook in tellen, hè? Jullie moeten raden hoeveel euro er aan munten ligt. Ja, niet hoeveel muntjes, maar hoeveel in euro's. En ik nog een donders mooie 1 gulden uit 1980. Dus dat ook weer mooi. Nou, de mooiste vond ze van Randy. Is deze huls. Ik weet niet wat het is voor een huls. Er staat nou wel wat op, dat kon ik net niet lezen. Nou, er staat sowieso ook een jaar op. 59. Komt hij dan uit 1959? Dat zou kunnen. Toen was er geen oorlog, denk ik maar. Nee, maar toen kunnen ze wel afgeschoten zijn. T.A. Geen idee. Lijkt op een dikke huls. Geen idee wat. Als je het weet, comments hieronder. En ik heb deze Rijksdaalder. Ook uit 1980. Die is iets groter als die gulden van Pascal. Kun je wel zien. Ah, hij is wel mooi. Hartstikke vet. Achterkantje. Het zou ook hetzelfde zijn als die van Pascal, is ook uit 1980. Mooi. Mooi, perfect. Dus hier nou weer weg en naar de volgende. Metaaldetector repareren. Ook nog, ja. Nou ja mensen, bedankt voor het kijken naar de video. En ik hoop dat je de video leuk vond. Wij in ieder geval wel, denk ik. Moet nog even zien. Ja, we moeten even kijken als je af is. En wij gaan weer op naar huis. Ik ga de metaaldetector repareren en met daarmee te werken. Dus, nou ja, met de poot naar de verkeerde knop is. Hè, zoals gewoonlijk. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Yes. Ben je niet geabonneerd? Abonneer hem beneden onder de video. En vergeet niet te delen met je vrienden, dat die ook mee kunnen doen. Die ook mooie sleutelhanger kunnen maken, een mooie sleutelhanger. Een hele mooie keychain. Dus, bij part van de club. Club Pascal Liber. Mensen, hey, blauw duimpje en later.